We zijn vandaag in de Bijenkorf Rotterdam, waar we in gesprek gaan met modejournaliste Fiona Hering om te horen hoe zij haar ideale kerst voorbereidt. Hoe bereid je je voor op kerst? Nou, op kerstavond zijn we in ieder geval met z'n viertjes en ik hou heel erg van koken. En mijn dochter, die is bijna 18, die houdt ook heel erg van koken. Dus we gaan samen lekker boodschappen doen de dag ervoor en lekker naar de markt, want we willen Japans gaan koken. Vandaar dus ook de keuze voor de Japanse kersttafel. Ik vind hem Japans, maar hè, zo ziet hij eruit. Maar het is serviesgoed van Sedger Herman. Nou, het leuke is dat Fiona heeft gekozen voor een heel ander servies dan dat je misschien zou denken. Qua kerst is het servies van Sedger Herman. Sommige mensen vinden dat het niet kan om het bruin te dekken op een tafel, maar ik vind gewoon dat het wel kan. Fashion tijdens kerst, hoe uit dat zich bij jou? Ik doe niet echt aan fashion hoor met de kerst. Ik vind het gewoon leuk om me leuk aan te kleden of netjes aan te kleden, maar dat vind ik eigenlijk altijd.